Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSP Duvalmorgen. En vandaag ga ik op pad met Wim in de T6. En ik moet jullie even verschuldigd blijven. Ik weet even niet meer wie hem heeft gemaakt. Er zijn een paar T6'en gemaakt en ik weet niet wie deze heeft gemaakt. Anyway, we gaan de nacht in. Het regent een beetje, dus we gaan lekker het voertuig in. Controleren die nog even. Kijken of een collega er nog bij kunnen vragen trouwens. Partner. Het zijn allemaal nieuwe dingen. Hoppakee, lekker man pik man, kerel man. Stap in, stap in. En ja, nee, goed. Collega, welkom. Leuk dat je er bent. Stel jezelf even voor. Goed verhaal. Dit is blauw. Dit is... Stop. Dit is orange. En dit is niks. We zetten hem in zijn automaat, we zetten hem in de drive en we gaan op pad. Wat gaan we vandaag allemaal meemaken? Dat is natuurlijk de vraag die iedereen zich afvraagt en de vraag die ik mij ook afvraag. Dus we gaan hem meemaken man. Lekker man. Nachtje, T6, niks mis mee, keurig. Beetje regen, ook niks mis mee. Gele verlichting onder het voertuig, wel iets mis mee. Dat mag niet in Nederland. En ik heb jullie toen eens gevraagd, moet ik elk voertuig die dan verlichting eronder heeft staan aan de kant zetten of eronder heeft, en eigenlijk zeiden jullie over het algemeen ja, aan de andere kant ook wel nee, maar nu heb ik er dus voor gekozen om deze wel even aan te spreken. En ja, je kunt hem niet echt een strafbaar feit pakken als hij er vandoor gaat, dan zijn we ook echt een lul, want deze T6 is zo langzaam. Goedendag, hallo. Hey. Mijn collega pakt de zaklamp er al bij, netjes. Nee, heeft u voor mij een rijbewijs. Ik ruik ook wat alcohol uit het voertuig komen. Dat is natuurlijk niet zo mooi. Nou, even langer vast voor het rijbewijs. Heeft u iets gedronken? Nee, zegt, heeft u drugs genomen? Ben ik aangehouden? Of detain? Ja, wat is detain eigenlijk? Ik geloof staande gehouden. Ja, ik ben wel staande gehouden als het is. Ik ga nog even het kenteken controleren. Ook zit hiervoor een kenteken op. Want ik zie de vraag. Expired registration, dat had ik even gemist. Ik heb namelijk kenteken niet gecontroleerd. Goed dat ik het doe. En die is verlopen. Ben je daarvan bewust? Het voertuig... Wacht. De registratie van het voertuig is verlopen. Oké, okay, nou ja, dat is het in ieder geval. Dat is niet zo mooi, dus daar krijg je wel een bekeuring van. Ik ga je trouwens ook nog even laten blazen voordat ik vergeet. Dat ik een stop... Lange tijd geleden dat ik iemand een kant heb gezet. Ik zou bijna cruciale dingen vergeten. Je wil niet meewerken aan alcoholtest, oké. Okay. Nou luister, kunnen we op twee manieren gaan doen. Drugstest doen we eerst nog even. Oké, okay, die is negatief. Ik ga je nogmaals vragen om te blazen. En laatste keer, derde keer is niet meewerken, is aanhouden, mee naar het bureau, wordt bloedtest verplicht afgenomen, meen ik. Of daar vragen ze nog een keer, anders gewoon invordering rijbewijs. Oké, okay, goed, we hebben deze aangehouden. Maar ik krijg alsnog van mij wel een bekeuring, doen we het bureau wel. Stapt hij maar uit. Dat is een blikje cola wat hier in de lucht hangt. Hoi. Luister. Mag je omdraaien. Handjes op de rug. Hij gaat rennen. Zo. Even doen. Ja. Veel wapen, veel wapen, veel wapen. Ook al is ik mod gecrashed. We... Als het goed is komen de collega's nog steeds eraan. We zijn wel geraakt. Ik blijf hier even wachten tot de collega's in de buurt zijn. Meer de collega's te plaatsen. Even naar de verdachte toe. Pak zijn vuurwapen, heeft hij nog in zijn handen. Hij beweegt echter niet. Meer, zo. Heb ik hem zo vaak neergeschoten? Nee toch? Wapens bergen. Oké. Okay. Komen er meer collega's te plaatsen. Of de sirenes gaan gewoon harder klinken, what the fuck? De sirenes gaan harder klinken. Oké, okay, ik ga hier weg. Ik vind het eng worden. Ik zie jullie zo weer als alles weer werken is. Zo. We zijn weer verder gaan waar we zijn geëindigd. De mods worden nog even ingeladen, of de plugins moet ik zeggen. Dan krijgen we wel de eerste melding.
Dat is wel heel veel weg. Een staar. Gekkies. Rijdt u alsjeblieft prio 1. Copy that, dispatch. Charlie 4 here, we're in the air and on our way. Dispatch, we got a visual on the perp in pursuit. Een achtervolging gaande van een gestolen politievoertuig. En de Zulu hangt erboven, de collega's rijden er achteraan. En wij komen ook met een gangetje van 20 km/u te plaatsen. Dit ding is ontzettend langzaam. Voor mijn idee. Ik hoor een ambu, ja, ambu gespot. Rechts vrij, zegt mijn collega tegen me. Mag ook voor hem. Rechts vrij. De collega's blijven hier achter, dus we gaan even links en langs. Want waarom staan ze dan met z'n tweeën stil? Dat weet ik natuurlijk niet. De Zulu die vliegt. Verdachte komt op mij af. Oh, dat is een brandweerauto. Dat is een brandweerauto. Dat is een brandweerauto. Dat hebben jullie zelf ook al gezien, maar dat is zeker een brandweerauto en die ging hard. Daar komt die allemaal weer van rechts. Allemaal heeft mij gezien. Yes, ik heb allemaal gezien. Waarom is die brandweerauto zo snel? Hij heeft de sirene-knop nog niet gevonden, gelukkig. Zullen vliegt er nog steeds boven? We gaan zijn ding stoppen, hè. Dus zij willen graag een spijkermat. Ja, succesvol. Zo! Eén persoon in, collega's komen erbij. Volvo V70 gaat de leiding overnemen, toch niet? Voeten gaan niet meer zo hard. Twee van de vier banden zijn kapotos. Drie van de vier banden zijn kapotos. We gaan dan met een gangetje ongeveer 30 km/u nu. Voeten lijkt echt niet te stoppen als we voor hem rijden. Nee, rijdt gewoon verder. We praten even door de luidspreker. Voor het geval dat hij Engels is. Uitstappen. Collega, let op. Verdachte rijden over ons heen. Collega, ja, hij stopt deze. Collega, pak hem, pak hem, pak hem. Achtervolging te voet. Taser, taser, taser. LSPD, freeze!
Eenmaal aanhouding. Alles onder controle. We gaan het fouilleren, we hebben dingen bij niet bij mag hebben. Pepperspray had hij bij, oké, goed. Ik ga met mijn collega's mee. En ik ga terug naar mijn auto. En dat ga ik echt niet zo doen, dat ga ik gewoon zo doen. En zo doen, en zo doen. En dan rijden we wel even daar naartoe. Om mijn collega op te halen. Citizens report, vehicles racing on Eastbourne Way. Ja, die brandweerauto, stond die er überhaupt nog? Even kijken, anders gaan we die maar even een takelwagentje op laten tillen. Ja, daar staat hij nog. Dat is een netjes, anders wordt hij dadelijk weer gestolen. Vraag maar of er brand voor u er al achter is tot ze geen TS meer hebben. Hij heeft weinig schade verder, alleen die banden. Als hij heeft helemaal geen banden meer, nog eentje de linker voorband. Dat dacht ik toch. Iets sneller komen mag wel keurig. En we gaan door. Kijken wat de nacht ons nog gaat brengen. Dispatch to all SWAT unit. We've got a possible 148. Nee. In Grande Sonora Desert, units respond code 3. We've got in the Chilean Mountain State Wilderness, units respond code 3. Laat dan maar even die kant op, ook al is het ver. Is assistentie gevraagd in een ander werkgebied? Er is een stoffelijk overschot ontdekt. Denken ze, misschien is het ook weer een reanimatie nog. Weet ik eigenlijk niet. Wat ik wel weet is dat we... zo gaan doen, 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 zo gaan doen. Oh, waar gaan we uitkomen? Waar gaan we uitkomen? Moeten we omhangen, collega? Ik weet het allemaal niet. Oh, 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 oh. Zo dan. Het is hier glad, joh.
Man, ik reuze goed, ik wist niet dat Nederland zo'n landschap had. Grapje natuurlijk mensen, rustig aan. Ja, ga hier maar eens een ambulance naartoe krijgen. Staat wel iemand bij. Oh my god, waar zijn we hier beland? Oh mijn grootste goede. Daar ligt iemand. Daar mevrouw. Hi. Wat is er gebeurd? Of meneer, sorry meneer. Nou, ik was hier aan het wandelen en toen zag ik dat lichaam hier liggen. Toen heb ik direct de politie gebeld. Oh god, loopt er maar tegenaan, ja. Wim gaat een kijkje nemen. Jij blijft hier staan. Je bent in principe toch wel een beetje verdachte. We gaan nu zoeken naar sporen. Hier ligt iets of zo, maar ik zie het niet hoor. Elke keer als ik hier loop staat er pick up evidence. Ah, wat ligt hier? Hier ligt iets, ja toch? Ja, hier ligt iets. Een schaar. Waar is die gast heen? Hey! De fuck is die gast heen? Je had één taak. Het is wel handig om je toch even een ambulance op te vragen, ondanks ambulance, backup required in the chilliest mountain state wilderness. What the fuck? Oh, ik schrok me helemaal kapot. Ik schrok me echt helemaal kapot. We zijn dus één verdachte kwijtgeraakt. Oh, jij gaat ook nog voor mij. Dank u. Hier ligt een vrouwke. Is neergestikt. This state has gone nuts. Oh, okay. Het was dus geen brood blijven. Dat is één ding wat zeker is. We gaan in een busje hier aan alles stikken. Denk ik zo. Op het bureau. Ik zie jullie zo. Daar gebeurde iets grappigs. Wij, zoals je zag, zaten vast in zo'n stuk daartussen. Dus wij vielen omlaag en ineens vallen we echt letterlijk op zo'n, met die auto, op zo'n gast, hem dus. En er staat van talk to the suspect. Dus ik denk, huh, is dit iets wat te maken heeft met die moord? Maar toen hij stond hij blijkbaar gewoon wild te plassen. En ja, we hebben hem nu gearresteerd, we rennen er vandoor. Anyway, wij gaan ermee kappen en ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik ga er weer wat moois van proberen te maken en ik zie jullie graag een paar dagen bij nieuwe. Wat het zijn, geen idee. Zie jullie dan. Doei!